Op een wandelpad langs de bogen staat een beeld van Sint Roches van Montpellier. Sint Roches is een prototype bedevaartganger. Uiteraard herken je dat aan de kledij die hij aan heeft met de Jacobsschelpen, de staf, een kalebas. Maar vooral verbeeldt hij de bedevaartganger die anders terugkomt dan hij gegaan is. Al vanaf de middeleeuwen was dat een geliefd verhaal. Je gaat op bedevaart en je komt onherkenbaar terug. Sint Roches is uit de 14e eeuw en was uit gegoede familie. Hij wilde op bedevaart naar Rome en gaf al zijn roerende zaken weg aan de armen van de stad. Zijn landerijen gaf hij in beheer bij zijn oom, die ook rechter was in de stad. Sint Roches heeft op weg naar Rome veel mensen ontmoet die leden aan de pest. Hij heeft ze verzorgd en is helaas zelf ook pestleider geworden. Om anderen niet aan te steken, verborg hij zich in het bos. Daar werd hij gevonden door de hond van een landheer, die hem dagelijks brood bracht. Die hond zie je ook bij zijn beeld. Roches herstelde, ging terug naar Montpellier, waar burgeroorlog was. Men zag hem aan als spion. Hij werd hardhandig ondervraagd door de rechter aan wie hij zijn landerijen in beheer had gegeven. Roches volhardde in stilzwijgen bij de ondervraging, net als Jezus. De rechter veroordeelde hem tot de gevangenis, waar hij krepeerde en stierf. Pas na zijn dood werd Roches herkend als Roches van Montpellier. Hij was onherkenbaar teruggekomen van zijn bedevaart.